Begin maart mocht ik weer eens wat voorlezen bij de Knight Rider. Na mijn debuut bij de Radio Piraat op tweede kerstdag 1994 was ik er niet meer geweest. De Friese staartklok had net 11 uur geslagen. Een half uur geleden had ik mijn verhaal in het programma van Kees voorgelezen. Nu kon ik de Jan Veenstra alias Texas Jan Venepedi, die gitaar speelde in de Crunchyroll Devils, een plaatje aan in zijn programma Country Uur. Probeert u zich juist op dit moment eens voor te stellen hoeveel mensen op ditzelfde moment over de gehele wereld de liefde in welke vorm dan ook liggen, staan of hangen te bedrijven. Sluit uw ogen, haal rustig adem, concentreert u zich op deze gedachte en luister dan naar het lied van George Jones. Jan kwam net als ik uit Sluisterveen. Toen ik hem vorig jaar voor het eerst sinds lange tijd zag, vertelde Jan dat hij mij voor het eerst had gezien op de kleuterschool. Het was mijn eerste dag op de kleuterschool en mijn moeder had mij blerend afgeleverd bij juffrouw Prakken. Ook de rest van de schooldag was ik blijven volharden in een keihard geweeklaag. Het vreemdste vond Jan dat ik gedurende dit kabaal de hele tijd een lege brinterdoos stijf in de handen had geklemd. Waarschijnlijk had ik alles verdrongen, want ik kon me er niets meer van herinneren. Over de openingsklanken van George Jones klonk opeens het schelle geluid van de deurbel. "Dat heeft de crazy Gerrie snel gedaan," riep Adriaan. Gerhard was zo'n 5 minuten geleden naar de nachtslijter gegaan om een kratje bier te kopen. Gerhard was de bierman bij uitstek van Hobbyrockers. In de eerste Super 8 speelfilmpjes van de Stichting Hobbyrock zie je als gimmick ook steeds Gerhard met een kratje bier zeulen. Op een nacht in een vele kelderbar kreeg ik een flesje drinken van Gerhard. "Bedankt," zei ik. Gerhard lachte zijn mooie scheve lach, nam een slok uit zijn flesje en zei: "Prima bier. Had alleen wel het koude gekund. Het liefste neem ik het bier koel tot mij, maar over lauw bier zeur ik ook niet. Ik zou zeggen, zet het spul maar helemaal niet meer in de koelkast, dat scheelt nog stroom ook." Gerhard was goed in het formuleren van meningen. Daarom schreef hij ook als de Crazy Gerrie altijd een opinie in Hobbyrocker. De eerste keer dat ik hem zag, vroeg hij wat ik vond van die ongelofelijke troep in de binnenstad. Ik haalde mijn schouders op en zei dat ik hierover geen mening had. Nou, die had Gerhard wel. En die wilde hij ook best wel even ventileren. De gemeente wilde de binnenstad mooier en gezelliger maken. Dat was een mooi initiatief en daar was hij dan ook vlak voor, want als de stad mooier werd, dan trok dit natuurlijk ook mooie mensen aan. En die zag men in de Oetstad niet zo heel veel. Ik zei hierop dat er in ieder geval meer mooiere mensen in Groningen woonden dan in Sluisterveen. Hierna ging hij weer moeiteloos verder over de troep in de binnenstad. Want wat was het volgens Gerhard het geval? Ze wilden alles volleggen met gele klinkers, hetgeen een tijdrovende bezigheid was. Eerst alle tegels eruit, dan die klinkers er weer in. Wat een troepen vieze bende. Hij zou zeggen, gooi de hele binnenstad vol met grind. Het zag er ook hartstikke mooi uit en het was zo klaar. Een paar flinke kiepwagens met grind, even goed harken en klaar was Kees. "Ik moet pissen," zei ik. "Ik laat Gerhard wel even binnen." Ik heb de kelderkoorts.